Deze week is NEC begonnen met voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Afgelopen woensdag werd er voor het eerst getraind, dat gebeurde in Weert. En er was deze week eindelijk transfernieuws. Deze week werd de 24-jarige spits Pedro Marques gepresenteerd. Hij komt over van Sporting Lissabon. Hij is vaker al verhuurd aan Nederlandse club. Denk even aan FC Den Bosch, FC Dordrecht, daar heeft hij gespeeld. Vorig seizoen heeft hij niet veel gespeeld. Het is misschien weer een gokje. Maar toch hebben ze er volle vertrouwen in. En hij zelf ook, hij is gebrand om hier te slagen. Ja, en dan de verrassing van Ted. Tanane, die naam hadden we nog niet eerder gehoord. Deze week is hij gepresenteerd. We kennen de Tanane natuurlijk nog van zijn tijd bij Vitesse. Hij is daar een beetje lastig weggegaan. Schijnt een beetje een lastige jongen te zijn. Ted heeft er volle vertrouwen in. De cornervlaggen maken een buiging, heeft hij zelf geschreven. En ook trainer Rogier Meijer is blij dat hij er is en kijkt niet naar het verleden. Ja, ik heb geen idee, want ik heb nog nooit met Oussama gewerkt. En wat schijnt en wat in het verleden is gebeurd, dat vind ik allemaal niet zo heel belangrijk. We gaan met elkaar aan de slag en we zullen een weg vinden om met elkaar te werken en daar heb ik veel vertrouwen in. Verder kunnen we melden dat Okita een nieuwe club heeft. Hij gaat zijn carrière voortzetten in Zwitserland bij FC Zürich. Daar is hij inmiddels al gepresenteerd. Ja, en bij zo'n eerste training is de selectie nog niet compleet. En dan kunnen jonkies zichzelf laten zien, zoals Dylan Hopman. Hij komt over van PSV, heeft daar 5 jaar in de jeugd gespeeld. We kennen hem al wel hier bij NEC. Hij is een Nijmegenaar, hij is blij om hier weer te zijn. Hij is gehaald voor de jeugd onder 21, maar hij kan zichzelf nu even bewijzen en wij spraken hem. Mooi om weer terug te zijn in Nijmegen bij zo'n mooie club waar ik vroeger ook een jaartje voor gespeeld heb. Niet super lang, maar fijn om weer terug te zijn. Ja, ja, je bent een Nijmegenaar, dus dit is het, denk ik, het mooiste om weer terug te zijn. Ja, zeker. Zeker lekker dichtbij in onze stad, dus dat is mooi. En je hebt nu meegedaan bij het eerste. Ja, voorbereiding natuurlijk, krijgen spelers dan ook de kans. Ja. Maar heb je een beetje het gevoel dat je jezelf kan bewijzen? Ja, zeker. Vandaag is de eerste training. Ik hoop gewoon dat ik me zoveel mogelijk kan bewijzen en laat zien aan de trainer. En hopelijk snel het in Goffert te zien te ben. Ja. Ja, en dan vroegen we nog aan trainer Rogier Meijer waar hij nog versterking nodig heeft. Nou, en dat is centraal achterin onder andere. En daar lijken ze nu een speler voor te hebben gevonden bij AZ. Joris Kramer, daar zou mee gesproken zijn. Ze zou al ver zijn. Of het een huur- of een koopovereenkomst is, dat weten we nog niet. Maar dat lijkt de volgende versterking te zijn van NEC. Ja, dat was het dan weer. De update van deze week. Volgende week hoop ik natuurlijk weer meer transfernieuws te hebben. En tot die tijd lees je dat bij ons op de website van RN7.